hartelijk welkom in op de Paddenbroek op zijn mooist op dit ogenblik. En de bedoeling is dus het boomgaardenproject vandaag aan te kondigen. Ik denk dat het een heel goed initiatief is om dat verder uit te breiden. En we zien soms langs de straten dat de boomgaarden een beetje verouderd uitgeleefd zijn en dat er hier en daar wel een keer nood is om die ook opnieuw te durven aanplanten. Dus we zijn de regionaal landschap heel dankbaar dat zij dat voor ons willen organiseren. Misschien toch ook nog even kort verwijzen naar onze geus en onze kriek, die toch ook nood heeft aan het kweken van die Schaarbeekse kriek. En dan vooral, dus daar kijken we heel erg naar uit om die terug te integreren in de omgeving. We zijn ook van plan om een boomgaardenroute uit te werken, zodanig dat er ook nog meer, misschien van buiten gooi ik, toch wat meer belangstelling kan komen naar de pracht en glorie van het landschap hier. We willen vooral ook de mensen die momenteel al een boomgaard hebben, willen we ook ondersteunen. We gaan een beetje een stappenplan van A tot Z, van het begin van het aanleg van een boomgaard tot het beheer ervan, want het blijft niet bij het aanplanten van één boom. Het blijft eigenlijk jaren duren, want je kan dan ook eventueel op zoek gaan naar een vorm van begrazingsbeheer. Ja, in de ruilverkaveling zitten heel veel boomgaarden in, maar dat gaat dan via de VLM eigenlijk in het gebied gedaan worden. En dan was er het idee van, ja, wat doen we met al die boomgaarden die er buiten vallen? Want jullie hebben hier in Gooik er zoveel die er eigenlijk buiten vallen. En daarvoor is dan eigenlijk dit project bedacht om dan die boomgaarden aan te pakken. Ja. Dag Leen, hoe willen jullie de boomgaarden in de streek vooruit helpen? We willen de boomgaarden vooral ondersteunen, of toch het aanplanten van boomgaarden willen we nu vooral stimuleren. Er zijn nog heel veel boomgaarden, maar er zijn er ook heel veel verdwenen in de jaren 70. Nu, met dit project willen we echt de focus leggen op het aanplanten en herstellen van de boomgaarden. En mensen ook wel duidelijk maken van het is een totaalpakketje. Het is een pakketje van A tot Z, waarbij het niet alleen gaat over het aanplanten van bomen, maar ook over het hele beheer. Ook het belang van het aanplanten van een boomgaard bij particulieren willen we in de kijker zetten, omdat het fruit dat je krijgt van die boomgaard, dat kan je ook wel verwerken. En als particulier denk je soms van, we kunnen daar wel een keer een appeltaart mee maken, maar dikwijls wordt het onderschat welke hoeveelheid fruit dat er van zo'n boomgaard komt. En die hoeveelheid fruit, die zouden we heel graag effectief ook verwerken in sappen. Dus we gaan de sapmobiel naar Gooik brengen. Ook in andere gemeentes zal die sapmobiel komen. Dus vandaar ook eventueel het fruit kan verzameld worden op een bepaald moment. Zodanig dat er toch een gemeenschappelijke actie kan ontstaan uit het fruit- en oogstaspect. Die Roefs, de provincie ondersteunt dit project, hè? Ja, inderdaad, we ondersteunen dit project, net zoals heel veel andere projecten van het regionale landschap Pajottenland. Eigenlijk is het zo dat de regionale landschappen, en er zijn er 5 in de provincie Vlaams-Brabant, de structurele partners geworden zijn van de provincie Vlaams-Brabant op vlak van landschapsontwikkeling. En dan gaat dat dan enerzijds over natuur, klimaat herstellen en anderzijds ook over erfgoed herstellen. En heel specifiek, hier het project vandaag ging over de hoogstamboomgaarden. Eigenlijk was deze regio bekend voor hoogstamboomgaardfruit. In vroegere jaren gingen de mensen dan de opbrengst ook, het fruit dat ze geplukt hadden, verkopen in Brussel. En eigenlijk willen we met dit project de bloesems in het Pajottenland herstellen en ere doen aan de geschiedenis van de streek.